Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat door met het registreren van alle ambtenaren, maar dan onder de noemer van Public Sector Reform. Dat zegt directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken. Minister Brontë-Sommaharju gaf aan dat het ambtenarenapparaat veel te groot was en dat de registratie nodig was om te bekijken of ambtenaren naar de private sector zouden kunnen worden overgezet. Eskak onderstreept dat het vervolgregistratietraject verplicht is. In dat kader van dat PSR-traject, waarvan het uitvoeringsplan nog moet worden aangeboden aan de president deze maand, zit het verlengde van die registratie toen was begonnen in 2020. Alleen dat het karakter van deze registratie een verplichte heeft. Dat wil dus zeggen dat elk een die zich opgeeft tijdens de registratie, en dat gaat meer gericht zijn naar de mensen toe die zich nog niet hadden opgegeven voor de registratie, want zij die hadden geregistreerd in 2020, die hebben we al in ons bestaan, die gaan we niet meer vragen om te registreren. Maar elk een die zich nog niet heeft laten registreren en na de verplichte registratie als onderdeel van het PSR-traject zich ook niet komen aanmelden, worden geacht niet bij de overheid te werken, ja, om het zo te stellen. Ja. Dus dan worden zij dan niet in het bestand opgenomen, ja, en dan zullen wij dan het bestand vaststellen van de overheid met degene die zijn komen aanmelden om zich te laten registreren. De verplichte registratie is onderdeel van het nieuwe public sector reform van de overheid. De personen in overheidsdienst die zich niet hebben geregistreerd, zullen hiermee rekening moeten houden, zegt Eskak. Wat we ook hebben geconstateerd is dat op de verschillende PZ'en vaak genoeg de informatie ontbreekt ten aanzien van de ambtenaren. Dus deze registratie had ook tot doel om alle nodige informatie te verzamelen en die dan in een homegrown HRM-systeem en met name een personeelsdata-informatiesysteem, die te voeden met die informatie, zodat wij daarmee dan een actueel bestand van de ambtenaren op na kunnen houden. En dat zou dan onze PZ in staat moeten stellen om het werk zoals het een goede PZ betaamt naar behoren te kunnen doen. Want nu zijn de PZ'en vaak genoeg voor wat betreft de nodige, over de nodige bescheiden beschikken van de ambtenaren heel erg gebrekkig daarin. En dat willen wij opheffen door middel van een actueel digitaal bestand van alle ambtenaren, ook door middel van die registratie op na te kunnen houden, waarna het personeelsdata-informatiesysteem dan het HRM-instrument wordt voor de PZ om hun werk te kunnen doen. Het digitaliseren van het ambtenarenapparaat maakt het makkelijker met een druk op de knop om te weten wie met pensioen gaat of wie met verlof is, aldus de BISA-directeur. Het registreren van ambtenaren begon in 2020, vrij kort na de overname door deze regering.